kwaad dat ik verkering had met Wesley. Wat zou je nu aan het doen zijn, denk je? Huiswerk maken, denk ik. Net als wij. Oh, ik haat geschiedenis. I mean, waarom moeten we dit allemaal weten? Het is best wel interessant, hoor. Wat? Ik bedoel, die Leonardo da Vinci, dat is gewoon best wel een coole gast. Eww, dat is een hartstikke leme man met een baard. Nou ja, het is natuurlijk wel geschiedenis, Becky. Daar horen mannen met leme baarden bij. Ja, doe mij maar Wesley. Ik bedoel, die Leonardo da Vinci, die deed echt superveel. Tekenen, schilderen, uitvinden. En een heleboel van de dingen die hij bedacht, die bestonden dus gewoon nog echt helemaal niet. Hè? Ik bedoel, dat kwam pas 100 jaar later. Alsof dat zo bijzonder is, nadenken over dingen die pas later worden uitgevonden. Dat kan ik ook. Nou, doe eens dan. Wat? Nadenken over iets wat nog niet bestaat. Oké. Ja, ik heb het. Wat dan? Dat ik verkering heb met Wesley. Ja, oké, maar dat heb je helemaal niet. Nee, dat komt later pas. Wanneer dan? Nou, dat ga ik nu uitvinden. Becky, wat doe je? Hey Wesley, met Becky. Wil je verkering met mij? Oké, doei. En? Hij zei ja. Niet! Echt? Zie je wel, daar hoef ik echt geen 100 jaar over te doen. Dus jij hebt nu gewoon verkering met Wesley? Zoenen oefenen? Zoenen oefenen.